Dit programma gaat over een schilder. Niet zomaar een schilder, een echte vakman zoals deze die hier in het Katwijks Museum schildert. Maar dan toch anders. En om die andere schilder ook te leren kennen, moest ik eerst even naar het strand om te zien wat die andere schilder zag en te voelen wat hij voelde. De wind blaast in mijn gezicht. Het is koud, het einde van de herfst. Maar dit is wel het strand waar deze bekende Katwijkse schilder en beeldend kunstenaar steeds weer naartoe ging. Weer of geen weer. Net zoals ik nu even doe. Mijn ogen gericht op het zand, op zoek naar aangespoelde wortels, wier of een begroeid eind touw. Want hier vond Bas Haasnoot al juttend een deel van zijn gereedschap. Wrakhout, scherven, schelpen en stenen. Daar ging hij mee aan de slag. Die strandvondsten toverde hij om tot kunst, zijn leven lang. Dat liet R.W. Katwijk al eens zien toen Haasnoot in 2008, nu dus 7 jaar geleden, in het Katwijks Museum exposeerde en we ook even een kijkje in zijn atelier mochten nemen. Ja, in een stuk hardhout dat hij al juttend vond op ons strand, zag hij gelijk de buik van een schip en een gevonden tak diende later als mast. Ik probeer dat nu even na te doen en ik kan nu wel zeggen dat dit geen juist moment voor mooie strandvondsten is, omdat de natuur nu sterft of dat je alleen bij oostenwind de brokken oud aangespoeld zwart hard zinkhout vindt die Bas Haasnoot gebruikte. Maar ik weet zeker dat deze strandjutterkunstenaar ook nu meer dan ik op het strand in het zand gevonden zou hebben. Hoog tijd om zijn bijzondere materieschilderijen en andere kunstvormen nu in het Katwijks Museum te gaan bekijken en daar meer over te weten te komen. En daarbij worden u en ik dit keer geholpen door zijn dochter, Greet Haasnoot. Met haar bezoek ik de nieuwe strandvondstenexpositie, die ook een eerbetoon is aan deze veelzijdige, in 2013 overleden Katwijkse kunstenaar. En we kijken eerst naar wat ik nog gewoon werk wil noemen. We staan nu eigenlijk bij het begin van het werk van je vader, Greet. Ja. En hij bracht het oude Katwijk in beeld, zie ik. Ja. Is dit een schilderij? Is het een ets? Is het een pentekening? Het is een ets uit 1968 en de titel is Parelvliet Slop. En in die tijd heeft mijn vader heel veel oude pandjes die genomineerd waren om afgebroken te worden, heeft hij getekend en op de etsplaat gezet. En bewaard in onze herinnering, want dit is er dus niet meer, begrijp ik. Dit is er niet meer, nee. En zo heeft hij heel veel Katwijkse huisjes vastgelegd. En dat was een beetje het begin van zijn periode van zijn werk? Ja, 1968. Dat is, eigenlijk heeft hij altijd getekend en geschilderd. Maar op een gegeven moment als kind al? Ja, als kind al, ja. Ja. Ja, meester Haasnoot gaf hem al een apart plekje als er getekend moest worden. Want iedereen moest dan iets natekenen van een plaatje, maar mijn vader die mocht dan mee. Mocht zijn eigen gang gaan. En die mocht zelf een stillevertje tekenen. Prachtig. Wat door meester Haasnoot neergezet was. En je loopt nu voor me uit eigenlijk naar een ander bijzonder schilderij van je vader. Is het nou een schilderij of? Nou, het bijzondere aan dit schilderijtje is inderdaad dat het uit het platte vlak komt. Ja. Dus hij zaagde stukjes hout uit en daarmee, dat legde hij op en daarmee maakte hij dat bomschuitje. Het is een heel oud schilderijtje en het is in 1969 aangekocht door Oud Katwijk, of nee, het genootschap Oud Katwijk was het toen. En het nieuwe is dan inderdaad dat het bomschuitje komt het doek uit eigenlijk. Ja, het is een relief, het komt, het is geen plat vlak meer. Mooi gedaan. Ja, dat is eigenlijk het begin van zijn materieschilderijen die hij is gaan maken. Maar die vind ik ook heel bijzonder. Ja, je zou kunnen zeggen dat deze voortkomt uit die. Toen we bezig waren met het samenstellen van de tentoonstelling, kreeg ik een berichtje van mensen uit Veenendaal. En dat zij nog schilderijen van mijn vader hadden, die ze 40 jaar geleden aangeschaft hadden. Ongelooflijk. En ze waren eens gaan googlen van leeft die Bas Haasnoot eigenlijk nog? En zo kwamen ze bij ons uit en dat we dus bezig waren met het maken van een boek en een tentoonstelling. En ze vroegen van, heb je nog iets aan die schilderijen? En ze hebben het uitgeleend nu? Of? Ze hebben het uitgeleend. En we waren eigenlijk zo ontzettend blij met dit schilderij, want het maakte de hele tentoonstelling af.
Het is een hele belangrijke fase geweest in mijn vaders werk. Kun je dat uitleggen, wat daar het bijzondere van was, van dat moment, die ommekeer eigenlijk? Ja, ja, hij ging hier de ruimte in. Hij ging groot werken en er zitten stukken leisteen op en stukken ijzer, roest, hout. En hij heeft zich echt enorm uitgeleefd. Daar spreekt zijn durf en zijn lef eigenlijk. Ja, lef, ja. Hij had zich toen aangesloten bij de kunstenaarsgroep, het pandje. En dat was een hele spannende en productieve tijd. In die tijd ging hij ook reizen, heb ik gehoord. Ja, klopt dat? Hij ging altijd al eigenlijk erop uit. Mochten jullie mee? Ja, mocht altijd mee. Ja, ja, mocht altijd ook. Dan wil ik toch wel het resultaat van zijn reizen ook zien. Ja. Kunnen we daar naartoe lopen nu? Ja, dat is goed. Ja, gaan we naar de andere zaal. We gaan nu naar Egypte, denk ik. Want ik weet dat er iets hangt uit Egypte. Ja. Ja, nou, mijn vader is dus ook in Egypte geweest. En dat fascineerde hem enorm, die hele oude Egyptische cultuur. En dit is een monoprint. Een drieluik die hij gemaakt heeft op zinken platen. En een monoprint is een eenmalige afdruk. Hij legde die platen op de grond neer. En dan ging hij met een grote kwast ging hij al die inkt erop aanbrengen en rollers. En vervolgens liet steeds hij afstand nemen, teruglopen, weer kijken. Ja, dat legde hij gewoon op de grond uit, zodat hij goed overzicht had. En doordat hij zoveel ervaring had met inkten, wist hij precies wanneer hij het onder de pers door kon rollen. En dat heeft hij dus in drieën gedaan, waardoor hij het is een schip, hè? Maar ja, wat is het voor een het schip? Het is de Egyptische begrafenisboot. Ah. En daarna ging hij dan weer met schablonen erin en schilderen en werd het een geheel. En een kleurig geheel, vind ik. Ja, altijd. Hij was altijd kleurrijk. Ja. Maar hij liet het niet bij een schilderij, hij maakte ook echt bootjes, heb ik gezien. Ja. Kunnen we er ook even naar kijken? Boten en de zee, dat kwam altijd terug in zijn werk. En dat gebeurde eigenlijk al gelijk, op hetzelfde moment. Hij maakte zowel bootjes als schilderijen, als etsen. Ja, als nou, het volgde zich zo heel natuurlijk op eigenlijk. En op een gegeven moment ging hij die bootjes maken. Dat was toch weer wat later in zijn werk. Ja, want het is wel een product van zijn reizen ook eigenlijk. Ja, zeker, ja. Ja, ja. Ja, en met die bootjes reisde hij in gedachten ook nog eens overal naartoe. Ja. Tot op het allerlaatste moment ging hij naar zijn atelier en werkte hij aan zijn bootjes. En dit is het laatste bootje wat hij gemaakt heeft. En de zeiltjes zitten er nog niet op. Daar is hij niet meer aan toegekomen. Maar het ziet er wel echt uit. Ja, allemaal van strandhout wat hij vond. Hij was natuurlijk een jutter ook. Hij liep altijd langs de vloedlijn. En dan vond hij de mooiste houtjes en stronken uit zee. En daar maakte hij zijn scheepje van. Dus het is eigenlijk Katwijk en toch ver weg. Ja, ja, het straalt ook iets uit van verre culturen. Ja, ja, ja. Ja. Dit lijkt een beetje op Azië. We hebben Egypte daar. Ja. Maar voor mij spreekt eigenlijk de fantasie ook. Ja, hè? Ja. Ja, ja, alles, iedereen mocht mee in dat bootje. En dan vond hij weer een klein vorm, een klein beestje op het strand en dat mocht ook weer mee. Ik heb nu wel een vraag, want hij heeft dus een oneindig hoeveelheid werk gemaakt. Ongelooflijk. Maar waar liet hij dat allemaal? Ja, dat ging toch op de een of andere natuurlijke manier steeds ergens naartoe. Ja, ja. En ik ben ook verbaasd met deze tentoonstelling, dat je nu zo'n mooi overzicht ziet van, oh, wat ongelooflijk hoeveelheid werk heeft hij gemaakt. En wat gevarieerd. Ik wil je graag even meenemen. Mag dat? Ja, natuurlijk. Een verrassing dan. En Greet Haasnoot ontroert als ze even later in de museumfilmzaal haar vader ziet. Maar het maakt haar ook blij. Hier zien we hem zoals hij was. Ja. Hoe was hij eigenlijk als vader? Ja, het was een hele leuke vader. En ik werd zelf ook altijd betrokken bij hem in zijn kunst. Ik mocht altijd meedoen. Met mijn broer maakte hij vliegtuigjes, bouwde die. En hij nam ons altijd mee. En nu op die tentoonstelling zie je hoe ongelooflijk veel hij gemaakt heeft. Maar hij was er ook altijd voor ons.
En hij nam ons mee overal naartoe en ik denk van, waar heeft hij de tijd vandaan gehaald? Ja, maar dat deed hij tijdens zijn werk, want hij heeft van jullie ook kunstenaars gemaakt, heb ik begrepen. Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, en hij had altijd een volledige baan. En daarnaast ging hij altijd maar door. Mijn moeder zei altijd, hij heeft maar één tempo, maar dat gaat wel altijd door. Het was een kunstenaar en hij maakte prachtig werk. Dus hij zou veel geld hebben kunnen verdienen, denk ik. Ja. Maar hij bleef zichzelf. Ja, hij bleef altijd zichzelf. Ja. Toen heb ik dat zo verwerkt en bijgewerkt. Masje erbij, gewoon een boomstampje genomen, want dat deden ze daar ook. Ze maakten niet een heel mooi boomstamp. En toen kwam ik ook een poppetje tegen. Ik denk, hey, werk. En we hebben nu gezien hoe je vader leefde en werkte. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een tentoonstelling ter nagedachtenis van ook tegelijk. En op deze manier blijft Bas in leven. Ja. Ik vond de opening geweldig, want daar zagen we deze constructie. Heeft hij dat zelf gemaakt? Grotendeels wel. Maar dit is een afdruk van zijn eigen hoofd. Ja. En zijn vrouw Riet, die moest zijn hoofd beleggen met zo'n vies kleverig spulletje wat zou opdrogen. Maar daarna mag je dus niet meer lachen, dus hij heeft zich heel erg in moeten houden. En eigenlijk zo staat is hij vereeuwigd. Maar hier is Bas nog. Ja, dit is, hij vroeg om hij wilde een afdruk van zijn eigen hoofd in dit object. Dit symboliseert eigenlijk alles. Ja, zou je kunnen zeggen. Hier nog een op strand gevonden meerminnetje. Ja, schitterend. Ja. En dan wil ik u als toegift nog één echt materieschilderij laten zien. Gewoon om die veelzijdigheid van deze kunstenaar nog even te beklemtonen. Ik zie hier sarcofaag staan, maar vooral het materiaal vind ik heel bijzonder. Wat is dat eigenlijk? Wat is daar nou opgeplakt? Of... Ja, nou, wat je hier ziet is geschept papier. Mijn vader heeft op een gegeven moment, we hebben dat samen geleerd eigenlijk in België, om papier te maken van planten. Dus direct uit de natuur maakten we papier van moerasgras en brandnetel. Hier zit zeewier in en hier zitten stukken cactusblad in. Dit is onder water gevormd. Papier maak je door onder water de vezels, die laat je in het water drijven en die schep je met een zeef. Uit het water, je laat het drogen en dan heb je papier. Maar wat hij ook deed, was dat hij van tevoren zijn pulp, waar je het papier van maakt, dat ging je verven. Dus dit is helemaal door en door, de kleur zit helemaal door en door in die vezelvellen. Ook natuurlijke verf dan? Natuurlijke pigmenten, ja. Overal haalde hij wat vandaan. Je maakt papier, maar je maakt tegelijk een kunstwerk gewoon. Want ja, dus dit kunstwerk is onder water gevormd. Ja, ja. Dus hij zat met zijn gedachten, zijn handen in het water. Ja. In zijn hoofd ontstond al gelijk wat hij ermee wilde gaan doen. Ja, had hij al een compositie bedacht. En, het is een fantast eigenlijk. Ja, dat is het. Ja. En het bleef een kind, vind ik. Want hij bleef wat altijd... ik zie is een open geest, nieuwsgierigheid... Ja. Dat zie je ook aan het materiaal. Ja. Steeds nieuw materiaal ontdekken en gebruiken. Ja, hij ontwikkelde zich steeds weer in een nieuwe richting. En dan laat Greet ons nog het nu ook uitgekomen expositieboek bekijken. Het is een boek, een hard kartonnen buitenkant. Weer geen gewoon boek. Het is geen gewoon boek. De vormgever, Roeland Meijer, heeft zich echt ingeleefd in mijn vader. En die heeft dus dit bedacht om zo'n soort map te maken met 6 verschillende boekjes erin. En ieder boekje heeft een ander formaat en is ook van een andere papiersoort gemaakt. En een ander thema ook? Het heeft allemaal een eigen thema. En het eerste boekje, dat is Bas Haasnoo de Jutter. Ja. En daar zie je hoe hij zelf keek, hoe hij over het strand liep, wat hij tegenkwam. En dat hij dan even zijn eigen kunstwerken maakte terwijl hij liep te jutten. Dus dit zijn allemaal zijn eigen foto's die hij zelf gemaakt heeft.
En dan krijg je een boekje met de teksten. Mensen die eraan meegewerkt hebben. André Groeneveld die er iets inschrijft. Jean de Koster, de papiermaker. Annelies, mijn dochter. Zodat we meer te weten komen over... Ja, precies. En Annelies, mijn dochter, die heeft zich ongelooflijk ingezet voor het boek en voor de kunst van mijn vader. Heel veel tijd ingestoken. En ja, we zijn eigenlijk heel trots op. Een boekje met de verteller Bas Haasnoot. Vertelt hij over Katwijk, over de kunst, over de kusten, over zijn reizen ook. En over de papierbiennale waar hij aan meedeed met een mooie schilderij. Dan is er een boekje van zijn etsen, want het was toch wel een hele goede graficus. Dus dit boekje is helemaal zwart-wit, alleen maar met etsen van hem. En dan krijgen we een boekje met Bas Haasnoot, de reiziger. En daarin zie je zijn reizen naar Kreta, naar Venetië, de zijderoute, overal waar hij kwam. Dat kreeg allemaal zijn weerslag in zijn kunst. En uiteindelijk nog een heel mooi boekje over de kunstenaar. Waar je gewoon een overzicht... Maar je dochter heeft er meer dan één laten maken, hoop ik nu. Want hebben jullie er allemaal één? We hebben er 400 laten maken. 400? Ja. Dat is een echt goede herinnering. Ja, en we vinden het ook een echt cadeautje. Ik hoop dat jullie er genoeg hebben. 400 maar. Ja, het zijn er maar 400. Ja. U kunt niet alleen dit aparte boek, maar ook nog veel meer bijzondere materieschilderijen, prachtige bootjes en vreemde vogels tot februari komen bekijken in het Katwijks Museum.